Veel media-aandacht vandaag voor de ChristenUnie. Arie Slob heeft plaatsgemaakt voor Gert-Jan Segers. Die is zojuist door de ChristenUnie-fractie gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter. We hebben Arie op de meest eervolle manier uitgezwaaid vanochtend. We gaan hem ontzettend missen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit een heel mooi moment zou kunnen zijn en dat er een goede opvolger is. En ik heb dus uiteindelijk, ik denk dat het eind augustus is geweest, voor mezelf toch wel de knop omgezet en de conclusie getrokken van ik kan nu weg na meer dan 14 jaar. Het is wat mij betreft genoeg geweest. Is dit nou veel zwaarder dan de baan als gewoon Kamerlid? Nou, misschien niet in tijd, maar wel mentaal denk ik. Omdat ik het heel fijn vond om achter de rug van Arie bezig te zijn met mijn portefeuille. Hij ving de eerste klap op. Hij stond midden echt in de wind. En ik was daarachter bezig. Ja, en nu sta ik op de eerste plek. Er is niemand meer waar ik me achter kan verschuilen. Dus dat zal zwaarder zijn. Maar ook mooi, denk ik. En waarom is Segers de beste? Nou, ik denk dat Gert-Jan iemand is die met zijn, ook met zijn rust en met zijn diepe overtuiging hoe hij ook politiek bedrijft. En ook de wijze waarop hij daarin ook mensen meeneemt. Ook goed helder kan uitleggen waar de ChristenUnie voor staat. Ik denk dat dat een hele geschikte partijleider voor de ChristenUnie is. En het kost me in dat opzicht geen enkele moeite om vandaag dus officieel de voorzittershamer aan hem over te dragen. Ik vind het verschrikkelijk eervol dat ik jou mag opvolgen. Dat ik het vertrouwen van de fractie heb gekregen. En ik hoop op die manier inderdaad verder te gaan en zo geloof en stem te geven.